Dan komen we naar iets wat men altijd doet. Nogmaals, ik ben niet tegen valse vlechten en tegen weave. Als het verkeerd gedaan wordt, ben ik wel er tegen. Eén keer tot twee keer in een jaar, geen probleem. Maar het is niet wat men doet. Continuïteit, elke keer vandaag losmaken, gelijk zetten, vandaag losmaken, gelijk zetten. Het is niet goed voor de hoofdhuid, het is niet goed voor de haarzakje, het is niet goed voor de groeicyclus, het is niet goed voor het haar. Ziet hoeveel factoren erbij komen. En vooral, als je niet goed eet, zit je wortel dan iets zwakker. Kijk nu, dit is een haarzakje dat leeg is. Dit haar is gewoon eruit getrokken. Toch? U ziet het zelf. En wanneer het, wanneer het zo is, dan begint het dicht te gaan. Groeien, want het heeft geen groeiproces. Er is op dat moment geen groeiproces. Dit komt omdat we haar strak hebben gevlochten, strakke bol. En heb je dan dat de haarzakje, het haar uit de haarzakje komt, terwijl er nog geen groeiproces, terwijl groeiproces nog gaande is. Het is gewoon leeg. Ja, het is gewoon leeg. En zo komt het, dan gaat het dicht en zo... Dan komt er geen haar meer. Nee. Tenzij als je het op tijd behandelt, doordat je door hebt, want vaak zien we het toch aan de voorkant, dan moet je geen weave, geen valse vlechten voorlopig meer zetten, geen bollenkammen, maar gewoon lekker twisten je haar. En flink masseren, zodat de bloedcirculatie op gang kan komen en de haarzakje daar die leeg is, weer eigenlijk in een ander proces van groei kan ontkomen. Ziet u wat er hier ook gebeurt? Het is doordat het strak gevlochten wordt. Maar als we ook kijken, dan heb je drie fasen. Rustfase, groeifase en fase waar het haar extra uitvalt dan normaal. Je hebt ze in kapselvorm, een taal. Catagene fase, maar ik hoop niet, ik wil maar slechts een deel geven. Want anders ga je me niet begrijpen en ik wil gewoon, iedereen moet dit begrijpen. Snap je? En als je dan voor de tijd het haar hebt weggetrokken uit de haarzakje, dan geef je de groeiproces, dan stagneer je de groeiproces. Dan komt er een gap. Dan komt er een gap. Terwijl er nog geen gap mag komen. Hoe de spleetpunten. Zie je hoe het haar is? Kijk, spleetpunten. Dus dit is één draad? Ja. Ja. En wat gebeurt er? Elke dag als we het haar wassen, slijten we de schubben. Verslijten de schubben. En dan kom je dan bij de vezellaag. En als je het niet wegknipt, blijft het dan doorgaan. Even een vraag. Dus kijk, dit is een gezonde bijvoorbeeld. Sorry, dit is een gezonde. Ja. Maar laat zeggen, je hebt gestreept. Ziet het er ook zo uit? Ja, maar dan zijn de schubben iets dunner geworden. Oh. Want je schubben bepaalt hoe dik het haar is. Toch? Zij voor mij schubben zijn van 5 tot 9 dikte. Dat wil zeggen, mijn haar is steviger dan iemand met dunne draden van 5 tot 7. Maar stel je voor, jij bent van 5 tot 11, dan heb je echt dikke draden. Waardoor het haar moeilijk dingen kan observeren. Dus zet hem maar vet. Terwijl dat niet zo is, je moet je haar stomen. Oh, het haar van buiten leeft. Ja. Het haar van buiten leeft niet meer. Dus jij gaat het moeten stomen, jij gaat het moeten voeden. En hoe vaak moet je stomen? 2 keer in een maand kan. Dat wil zeggen, echt alles. Want kijk je. De basale laag komt ook te zien hier, maar het is nog niet zo erg als bij de ene die ik heb geweest. Zie je de basale laag? De basale laag kan te zien komen omdat we veel chemisch doen met ons haar, met ons hoofdhuid. Waardoor de opperhuid dan dunner wordt. Sommige mensen hebben een dikke hoofdhuid, dat wil zeggen je lagen zijn enorm dik en ook heel goed, gezond. Maar sommige mensen, hun hoofdhuid heeft een dunne hoofdhuid. Hun opperhuid is een beetje dunner. Snap je? Waardoor hun hoofdhuid sneller aangetast wordt dan iemand die een iets dikkere heeft. Oké, ja. Dit is een hele goede bedankt hoor. Dit is wanneer het haar niet goed gevormd wordt van binnen. Zie je hoe het naar buiten komt? Het is gevormd. Ja, het is niet goed gevormd. Zie je? Dus soms kan het goed komen en dan kan het weer een stuk niet goed komen. En nu komt het weer goed. En kijk wat hier ook met de hoofdhuid aan de hand is. Snap je? Dit is ook wanneer men te veel kraam. En daarom, kijk, ik doe alles hier in de salon. Ik had je eerder gezegd.
ik ben gewoon bezig om het haar te kennen. Hier zien we aan haar wil naar buiten komen. Maar kijk hoe de hoofdhuid verstopt is. De haarzakje verstopt is. Kijk, haar wil naar buiten komen. Ja. Mm-hmm. Wil naar buiten komen. Maar omdat het verstopt is, kan het dan moeilijk naar buiten komen. Ja, als het dan toch naar buiten komt, gaat het mis worden. Nee, als het toch naar buiten komt, dan komt het traag dan de andere. En daarom hoor je dat mensen, maar het is ongelijk, het groeit ongelijk. Mm. Doe je kant groeit dingen. Deze kant, het is misschien soms de bloedcirculatie is niet goed op gang gekomen. Mm. En waardoor je dan een probleem hebt. Daarom zeg ik nogmaals, voor kinderen bijvoorbeeld, zou ik geen valse vlechten zetten. Ik zou geen weef zetten. En ik zou ook niet voor ze streten. Waarom niet? Hun hoofd, hun lichaam is nog aan het ontwikkelen. Hun haarzakje is nog aan het vormen. Ze hebben hun haarzakje al gehad, maar het moet steviger gaan worden. Hun hormoon is nog bezig te ontwikkelen. Wat gebeurt er als ik strak voor deze kinderen vleg, begin ik hun haarzakje te vernietigen. Door te strak, ik vleg haar strak, waardoor ik hun groeicyclus ga stagneren. En ze de volle lengte niet meer kunnen krijgen wanneer ze een bepaalde leeftijd hebben. En als ik ben gaan streten of een chemische behandeling van kind, mensen zijn dexterite. Mensen luisteren. Dexterite is gewoon een lichte vorm van street. Toch? Ja, het is gewoon dat is ik kan gewoon street nu zetten en ik was het snel weg. En je hebt een vorm van dexterite. Zo gewoon zitten we het haar, niet het haar dan golven. We moeten ons niet voor de gek gaan laten houden. Als je kroeshaar hebt, ga niet verwachten dat ik krullend haar aan je ga geven. Omdat het onmogelijk is. Als ik nu een leven, mijn leven, iemand met kroeshaar, het gaat je haar zacht maken. Maar ga niet verwachten dat je krullen gaat krijgen. Omdat het is voor een gek houwerij. Toch? Terwijl iemand die krullen haar heeft, als ik leven erin zet, ga je je krullen hebben. Dus ik ga niet gewoon zeggen, mevrouw, als je dit gebeurt, doe haar krullen, kijk van haar. Nee, ze heeft een hele andere haarstructuur. Dus ik kan jou niet gaan vergelijken met haar. Nee. Maar heb je, iedereen's haar is weer anders. Iedereen, de stevigheid van het haar is weer anders. De conditie van het haar is weer anders. Dus als ik bijvoorbeeld, als jij me zegt, ja, maar mevrouw, u streekt niet, maar ik ga even een voorbeeld nemen. Ja, mevrouw, als ik mijn haar streek, geen enkele streek pak hoor. Want dit en dit en dit en dit. Dus ik moet langer mee zitten. We vernietigen die mensen hun haar, hun haar, hoofdhuid en hun haarzakje. Want waarom? De moleculen van de chemische stoffen dringen door naar de haarzakje. En je haarzakje is verbonden met je bloedvaten. Dus sowieso komen er restjes deeltjes van chemische stoffen in je lichaam. Mm. Snap je? En die kan dan de vrouwelijke hormoon gaan verstoren. Dat is één van ze. Wanneer mensen zeggen, oh mevrouw Brandt, brandt niet mee, het brandt niet. Oh, je mag nog zitten, het brandt niet mee zit. Mm. Ik vernietig je hoofdhuid, want wat is dat ding? Ik streek niet je hoofdhuid, ik streek je haar. En streek is een zware chemische stof die eigenlijk heel schadelijk is, zoals blonderen. Mm. Blonderen is heel erg schadelijk, maar dan kun je me vragen, maar mevrouw, waarom streekt u dan voor die mensen? Mm. Ik neem altijd tijd om met mijn klanten te praten. Ik geef je de voordelen en de nadelen. En dan ga ik met jou zitten. Waarom wil je haar onkruisen? Mm. Het is toch mooi als je me een goede reden zegt. Als je zegt, je houdt niet van, ja, maar het is niet mooi, ik voel me niet comfortabel. Dan ga ik met je door een proces heen gaan om je te leren van je haar te houden. Want op grond daarvan ga ik niet voor je streken. Mm. Dat is standaard. Want dat wil zeggen, je hebt een minderwaardigheidscomplex om wie je bent. Maar als je zou zeggen, oh, bro, ik heb echt geen tijd, ik kom echt in gedrang, want dit en dat, ik ben niet handig en dan moet ik veel mensen zoeken op grond daarvan. Dan kan ik zeggen, oké, je hebt ervoor gekozen, de consequenties, dit kan de consequentie zijn. Wij gebruiken natuurproducten om alle restjes weer weg te halen. Maar dat wil niet zeggen dat het goed, dat het gerechtvaardig is, dat is standaard. Niks is goed, het is hoe jij ermee omgaat. Hé, ik ben even onder de indruk dat je door zoveel gaat om iemand te overtuigen om toch niet te streken. Ja. Want dat hoor je bijna niet. Ik hoor dat voor het eerst. Mm. Want als een klant naar binnen komt en die persoon zegt ik wil streken, geven ze meestal gewoon een prijs door. Mm. Maar dat je de persoon eerst vraagt waarom en ben je zeker en de persoon meer, ik wil niet meer bijbrengen over wat er allemaal gaat gebeuren en dat soort dingen. Ja, echt passie voor dit ding. Je moet precies weten wat je wil. Het is net als bijvoorbeeld valse vlechten en weef. Mensen zetten het niet meer gewoon omdat ze het leuk vinden. Mensen zetten het omdat ze
een heel andere persoon zien. En ja. die persoon willen ze worden. Mm-hmm. En dan raak je helemaal terwijl ik volg je echt. Hè. Mm-hmm. En ik kijk van hoe je blij bent met wie je bent. Ja, dit ben jij, je bent vrij. Mm-hmm. Snap je? En zo probeer ik mensen ook te zeggen, ga niet schuilen achter een weave. Ga niet schuilen achter valse vlechten. Of ga niet op iemand anders willen lijken door om mijn jellen en bollen te trekken. Alles moet plat zitten, want dan krijg je Chinese ogen. Heel vroeger heb ik die dingen daar ook gedaan. Totdat ik zeg, ik wil niet gewoon een kapster zijn. Ik wil echt bewust zijn van, wat geven we aan de klanten? Wat zeggen we de klanten? En ik moet een voorbeeld zijn. Dan wil ik niet zeggen dat je bijvoorbeeld na 10 jaar misschien niet een valse vlecht op mijn hoofd zou kunnen zien. Of bijvoorbeeld, laten we zeggen, om mijn haar gestreed te hebben. Tussen haakjes. Ik ben heel erg neutraal. Bemerken wanneer iets moet je bewust zijn van wat je doet. Ik heb bijvoorbeeld haaranalyse gedaan voor mezelf. Ik heb wel gewacht dat iedereen wegging. En toen ik het heb gedaan, was ik echt in shock van om te weten van wat doe ik al die tijd met mijn hoofd terwijl ik eigenlijk kapster ben. Dus ik ben eigenlijk gewoon kapster van, oh ja, je wilt je haar doen, kom je haar doen? Nee. En toen ik haaranalyse van mezelf had gedaan, had ik echt gehuild. Ik wilde ook voor niemand meer doen. Ik was echt down. Maar nooit, dan heb ik nooit meer iets met mijn haar gedaan. Pas december had ik gewoon zin om te kleuren, heb ik gekleurd. Peroxide is even schadelijk, maar ik had dan ervoor gekozen, want al 5 jaar had ik niks meer gedaan. Maar gewoon natural, alles, ik knipte continu. Want ik was echt getraumatiseerd. Ik was gewoon bezig mijn hoofd weer te stabiliseren. Let op, als de basale laag al te zien komt, al kom je na 10 jaren om weer een haaranalyse te doen, je basale laag gaat blijven. Is net als wanneer je een litteken hebt. Je litteken blijft, je huid wordt nooit meer hetzelfde als je normale huid. Zo is het ook op je hoofd. Dus ga niet verwachten dat je dat het weer opperhuid kan zetten. Nee, je opperhuid is beschadigd, het is beschadigd. Oké, wanneer we haar analyses doen, mogen we geen haarvet, het moet op schoon haar gedaan worden. Dus, oh ja. Dit is een goeie. Zie je, ik zou losmaken en het heeft een knoop gegeven. Wat doen we meestal? Ik ga het even trekken, wat niet mag. Even, oké. Okay. Die had ik al losgegooid. Als het zo is, dan trekken we het zo. Zie je, we breken het haar, we trekken het. Terwijl het helemaal niet mag. Wat gebeurt er? Kijk, zo breken we ons haar. Knoop blijft hier dan. Hoor? Oké. Okay. Maar als je even moet wassen voordat je haar analyse doet. Hoe heb je die mensen dan gekregen met olie en zo? Omdat het nog steeds zo blijft. We wassen niet goed. We wassen ons haar niet goed. En dan gebeurt dat natuurlijk. Het was van iemand die zijn haar was gewassen? Ja, iedereen zijn haar daar is gewassen. Ja. Vaak was het haar niet goed, waardoor restjes alles blijft. De dode huidcellen, alles. Kijk, je hebt mooi haar. Ik ga niet van je komen, je hebt mooi haar. Je kan alles doen, want ik zie wat je doet. Met de buitenkant van je haar. Maar alsjeblieft, let op dat het niet op je hoofd gaat. Het haar van buiten leeft niet meer. Dus al wat je hoeveel je weer mee wilt doen. Bijvoorbeeld weer elke dag bij je van spreken. Tangen, bij je van spreken hoor. I don't care. Je mag doen, toch? Maar je moet één ding weten. Als je lang haar wil, ga je die zwavelbruggen en je draden beschadigen. Je gaat de vochtigheidsgraden uit het haar halen. Maar dat is ook wanneer we gel gebruiken of wax en dergelijke. Drogen we het haar, want het heeft een alcohol erin. Oké, nu hebben we het haar losgemaakt. Maar zoals ik u zei, bij de tweede behandeling, derde behandeling, gaan we wel knippen punten. Maar je moet niet denken dat wanneer we knippen, het haar sneller gaat groeien. Het haar groeit van binnenkant uit. Mensen zeggen, ja, hoe meer je knipt, hoe meer het haar sneller groeit. Anders was iedereen's haar al bij kippenlaag. Mensen, als je punten hebt, dan stopt de groei van je haar. Het is ook niet waar. Het heeft niets meer met binnen te maken. Wat buiten is, heeft niets meer met binnen te maken. Waarom we het knippen, is omdat het haar dan mooier in stijl kan zitten. En wanneer ik dan kan, ik geen probleem ga hebben met de uiteinden. En het kan dan breken de uiteinden, omdat de schubben al heel erg beschadigd zijn. En dan geen stevig, het is niet meer stevig, hoor. Ja. Op grond daarvan kan het ook. Wat ik wel denk, ik had mijn haar eens gebleached, dus ik denk dat mijn punten dat nog dat hebben. Is het. Veldje? Ja. Oké. Okay. Ziet u, hier is uw hoofdhuid, laten we daar eens beginnen. Uh-huh. Hier is uw haarzakje. En hier is het haar. Als u hier naar kijkt,
Ik heb u uitgelegd, hè. Mm-hmm. Wat ziet u dat er hier gebeurt? Als ik goed zie dit, mm-hmm. mijn lippen zijn open. Nee, okay. Uw draden zijn dikker hier dan hier. Hier smelt het haar al onzichtbaar weg. Mm-hmm. Ziet u? Hier heeft u een haarzakje dat al gaat inkrimpen. Hier ziet u dat de haarzakje vrij groot is. Het heeft dikke draden eruit. Ja. Maar als ik hier naar kijk, zien we dat het haar dan al onzichtbaar weg smelt. Even, dus dit zijn twee aparte... Ja, haarzakjes. Oh, oké. Okay. Snapt u? Mm-hmm. En zo kunt u dan een lege haarzakje krijgen. Mm-hmm. Maar het kan soms ook zijn dat de haarzakje dan is gaan rusten. Rusten is en ja. Dat kan niet meer? Nee, het kan weer komen. Als het dood is, komt het niet meer. Okay. Als ik hier kijk, zien we dat de basale laag een beetje te zien komt. Mag ik even vragen, heeft u ooit gestreept? Ja toch, 6 jaar terug. 6 jaar terug, hè? Ja. Maar gelukkig bent u bijvoorbeeld gestopt. De basale laag van u kwam al een beetje te zien. Door het streten, hè? Ja, maar ook door andere dingen zo gebruiken. Maar streten is ook een van de hoofdbelangrijkste die de oorzaak daarvan kan zijn, hoor. Ziet u hier? De basale laag, ziet u? Ja. Ziet u het hier ook, terwijl de opperhuid er nog is? Ja, de opperhuid is er nog, hoor. Mm-hmm. Hier ziet u een lege haarzakje. Moment dat de haarzakje dicht bij de opperhuid is, hebben we een probleem. Ik bedoel, moment dat de haarzakje gelijk is aan de opperhuid of aan je hoofdhuid, mm-hmm. dan hebben we een probleem. Ziet u? Dan kan het voorkomen dat er geen haar meer daarin kan. Dat er geen haargroei meer daar plaats kan vinden. Oké, hier zien we maar één, terwijl we bij die andere twee hebben gezien. Ja. Soms trekken we zelf de haarzakje uit de hoofd. Kijk, uit de haarzakje. Oh, ja, haar. Ja. Kijk wat ik deed. Wacht hoor, ik moet een goede zoeken. Maar ik moet een goede zoeken. Oh ja, dat is het. Ja. Ziet u? Kijk wat we doen wanneer we strakke ballen trekken. Kijk wanneer we doen wanneer we valse vlechten zetten. Ziet u? Ja. Oké, nu ga ik het halen. Ziet u? Het gelijk. Oh, ik kan het harder doen, maar dat gaan we niet doen, want dan komt het haar gewoon los. Ziet u? Hoe het gelijk? Mm-hmm. Zo glijdt het. En kan ik het nog een beetje trekken, dan hebben we een probleem. Maar zie je, dit elke keer, strakke ballen en elke keer de valse vlechten, dan hebben we een probleem, ja. Ziet u? Ja. Oké, ik ga even niet meer daaraan trekken. Maar zo beschadigt u dan de haarzakje. Hier is een beetje donker. Waarom denk je dat het donker is? Ik heb het ook al gewezen dan bij de vorige. Is wanneer het dan de hoofdhuid dan beschadigd raakt, heb je dit. Wat is dat? Met ons blote ogen, het is een grijze draad. Onderhuid. Kijk, wanneer we kijken nu naar de hoofdhuid, met onze blote ogen, ziet de hoofdhuid er goed uit. De haar is mooi eruit, zoals ik het al heb gezegd. Soms wanneer je met je blote ogen kan zien dat die persoon kale plekken heeft, is het al erg gevorderd. Toch? Dat wil zeggen, wanneer ik met een microscopisch apparaat zou kijken, zou het heel erg zijn. Maar nu zien we met onze blote ogen dat ze wel mooi haar heeft, vol haar, dik haar. Maar kijk wat we met de huid doen. We hebben het niet door dat we de hoofdhuid beschadigen. Kijk, zie je hoe donker hier is? Als je het niet weet, dan ga je door met bepaalde dingen dat schadelijk zijn voor het haar en voor de hoofdhuid. En dan waardoor het dan later echt zichzelf gaat tonen en dan is het soms al te laat.